Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag een favoriete video voor jullie en dat zijn de favorieten van september. September is alweer bijna afgelopen en daar hoort natuurlijk een favoriete video bij. Dus ik ga je laten zien wat mijn favoriete producten van september zijn. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het is best wel donker. Ook buiten is het echt donker. Het is echt herfst. Het regent ook nu ik deze video opneem. Dus ik hoop dat het allemaal goed duidelijk te zien is. Ik begin even met deze foundation van Catrice. Dit is de All Matte Foundation. De All Matte Plus Shine Control Make-up heet die. En ik heb deze in de kleur licht beige. En dit is echt een hele fijne foundation. Dit is een matte foundation. En hij matteert gewoon gelijk de huid. Dus eigenlijk heb je gelijk geen glimmende huid meer. Nou ben ik wel iemand die er sowieso een poeder overheen draagt. Dus ik zal sowieso poeder gebruiken. Maar hij matteert gewoon gelijk al heel goed. En dat vind ik echt super fijn. Ook heb ik voor een hele lichte kleur gekozen. Ik ben de laatste tijd echt een beetje van de lichtere kleuren. Ik vind het toch wel wat natuurlijker uitzien bij mezelf. Dus daarom ben ik daar een beetje mee aan het experimenteren. Maar deze vind ik wel echt super fijn. En ja, dit is op dit moment een van mijn favorieten. Dan het volgende product. Dan heb ik hier de Beautifying Lip Smoother van Catrice. Het is gewoon een lipsmoother. Ik zal hem even opendraaien. Hij is wel al gebruikt. Ik moet hem nog reviewen overigens. Dit is gewoon een sponsje. Hier zit komt het product doorheen. Maar het is gewoon een hele fijne, zachte lipsmoother die kleur afgeeft. En nou vind ik het fijn als lipproducten gewoon super zacht zijn. En dat is deze gewoon absoluut. Mijn lippen zijn nu vooral best wel droog omdat het weer zo is omgeslagen. Dus dan ja, vind ik zo'n product gewoon altijd super fijn. Ik ga even kijken of ik de kleur kan zien. Dit is de kleur Cake Pop. Oh ja, hier moet ik er even twee van pakken gelijk. Dan deze Sheer Lipsticks. Sheer en Shine Lipsticks van Essence zijn deze. Dit zijn de nieuwe lipsticks. Deze heb ik afgelopen week ook gereviewd. Zijn hele fijne lipsticks. Ze voelen super zacht aan. Ze hebben een, ja, eigenlijk, ze geven kleur af, maar het is niet echt zo'n heel fel kleurtje. Het is gewoon echt een, ja, licht kleurtje. Ik zal even de kleuren laten zien ook. Ik heb hier bijvoorbeeld Frosted. Dit is een hele mooie licht roze kleur. Dit is kleur nummer 6, voor als je het wil weten. Dit is de kleur nummer 10, Glamour Queen. Dit is een beetje een bruinachtige kleur. En dat vond ik wel heel erg leuk om hier een keer mee te variëren. Want eigenlijk had ik nog niet echt bruine lipsticks. En ik vond het wel leuk om dit dus een keertje, ja, qua kleur een keer te proberen. Wat wel super handig is als dat je in de winkel bent. En ja, dat je gewoon eigenlijk naar de dop kunt kijken. Want de dop heeft dezelfde kleur als de lipstick. Dus als je echt op zoek bent naar een bepaalde kleur, is het wel handig dat je ook op de dop kunt zoeken. En ja, dat vind ik. Ik vind gewoon ook wel. Ze zien er ook gewoon heel erg leuk uit, vind ik. Dus ik, ja, ik ben zeker fan van deze. Dan heb ik deze blush. Deze is van Catrice. Volgens mij is die heel erg aan het glimmen. Dit is een illuminating blush in de kleur I Am Nuts About You. En dit is een hele mooie blush. Ik ga hem gewoon even openmaken. Ja, ook er zitten twee kleurtjes. Het is gewoon niet een hele felle blush. Het is gewoon eigenlijk, ja, hij is heel mooi subtiel. En dat vind ik toch wel heel erg mooi als een blush zo is. Volgens mij ruikt hij ook heel lekker. Ja, hij ruikt echt een beetje naar snoep. En ja, ik vind hem gewoon heel erg mooi. Hij komt nog op de review, maar ja, ik heb hem nu echt al een poosje dat ik hem aan het testen ben. Ik vind hem echt super mooi. Dan heb ik dit paletje. Dit is het All About Nudes Eyeshadow Palette. Ik ga hem even openmaken. Het is een van de nieuwe paletjes van Essence. En ik vind de kleuren vooral heel mooi. Ook voor nude kleuren hebben ze gewoon best wel veel pigment, moet ik zeggen. Het gebeurt niet zo. Ja, heel vaak dat echt sommige nude kleuren, die zijn die lichte kleuren, die geven gewoon niet echt heel veel pigment af. En dat doet deze wel. Dat vind ik echt super, super fijn. Ook steeds hier achter op een, ja, kleine tutorial als je wilt weten hoe je het zou kunnen doen als je er niet zo thuis in bent. Maar deze
paletjes hebben gewoon echt zoveel pigment en ze kosten echt zo weinig. Dus daarom al ben ik fan. Dan heb ik dit eyebrow paletje van Max & More. Dit is dus van de Action. Dit is een heel mooi wenkbrauw poederpalet. Als ik hem open krijg. Ja, heb eens. Twee kleuren poeder. Een lichtere kleur en een donkere kleur. Ik heb zelf de kleur licht genomen. En dan is de donkere kleur is eigenlijk goed voor mij. Ook kun je natuurlijk, zou je de lichte kleur zou je natuurlijk nog kunnen aanbrengen op het wenkbrauwbod. Nou, dit paletje is zo goedkoop. Volgens mij 90 cent. Misschien ook iets duurder. Hang hem er niet aan op in ieder geval. Maar ja, ik vind hem heel fijn gewoon in gebruik. Er zitten ook twee applicatortjes bij. Die vind ik wat minder fijn. Maar goed, ik gebruik daar toch mijn eigen kwastjes en dingetjes voor. Maar de poeder is gewoon supergoed. Dan heb ik dit nagellakje. Dit is van Essence en dit is de Light Reflection Top Coat. Deze heeft een soapbubbel effect. Ik ga hem eventjes heel dicht in beeld houden. Gewoon wat je nu in het potje ziet, dat doet hij dus ook op je nagels. Dus het is gewoon eigenlijk heel erg leuk als je een kleurtje aanbrengt en je brengt deze eroverheen. Dan heb je gewoon, ja, dat effect krijg je op je nagels. Ik vond het zelf wel heel erg leuk. Ik heb het geprobeerd en ik vind het gewoon, het voegt een keer wat toe. Het is een keer wat anders dan gewoon een doorzichtige topcoat. Ik vond hem in ieder geval heel erg in de smaak vallen. Dus ja, heel erg leuk. Dan heb ik een lipstick. Deze is van Catrice. Ja, je laat hem niet helemaal goed zien, want hij is eigenlijk iets lichter. Even kijken of ik de kleur kan lezen. Zo donker is het. Dit is de Ultimate Color 240. Ik kan niet eens helemaal goed lezen. Nou, het is in ieder geval iets met nude. Ik zal de kleur wel even hieronder neerzetten. Want ik kan het gewoon echt heel slecht lezen. Dit is een hele fijne lipstick. Ik vond de kleur leuk. Ik vind de verpakking strak. Ja, is heel fijn als je hem op je lippen hebt. Lekker zacht. Voldoende kleur. Gewoon helemaal perfect deze. Dan heb ik de shading powder van Essence. En dit... Oh, voorzichtig. Dit is gewoon een poeder om te shapen. Heb ik ook gereviewd. Heel fijn product. Bronzer. Gewoon een poeder. Ik heb de kleur medium. Je hebt hem volgens mij in twee kleuren. En deze vind ik echt super strak. Vooral ook heel erg leuk als je een beetje beginneling bent om hiermee te gaan experimenteren. Want het paletje is eigenlijk heel goedkoop. En... ja, zeker als je nog niet zo heel erg thuis bent in het shapen, dan valt het niet zo heel erg op. Ga je een beetje de mist in, zeg maar. Natuurlijk kun je het ook weer verwijderen, maar dan maakt het ook niet uit, al gaat het een keertje mis. Dan heb ik een nagellakje van Essence en deze is uit de Gel Polish lijn. Dan zul je denken van, wat doe jij met een gel nagellakje bedoel ik van Essence. Want ik heb al meerdere malen gezegd dat ik er niet eens zo heel erg fan van ben. Maar deze gebruik ik als base coat. Staat er ook op hier. Color Intensiving Base. Ik kreeg als tip laatst van een medeblogger. Dankjewel nog daarvoor. De tip dat als je een lichte nagellak hebt, dat je daar dus eigenlijk een witte laag onderaan moet brengen, zodat het lakje eigenlijk wel pakt. Ik zal je een voorbeeld noemen. Ik was mijn nagels aan het lakken met Nude Look, No Makeup Look lakje van Essence. Die is ook nieuw in de collectie gekomen. Die was ik dus vrolijk aan het uitproberen. En tenzij dat ik hem aan het uitproberen was, kwam ik er gewoon achter dat gewoon mijn eigen nagels er gewoon doorheen kwamen. Nou, daar heb ik dus zo'n hekel aan. Dan is voor mij een lakje al gelijk eigenlijk gedoemd om te mislukken. Maar door dit lakje eronder te gebruiken, wordt de kleur ineens wel mooi zichtbaar. En zie je dus niet meer je eigen nagels er doorheen. Omdat die witte basislak dat gewoon weghaalt. Dus...
toen ik die tip kreeg van je kunt er een wit lakje onder gebruiken, dan pakt die wel. Toen heb ik deze genomen van Essence. En ja, dat is nu gewoon mijn favoriet, omdat ik ervan hou als ineens een heel licht lakje ja, de eigen kleurcorrectie toch goed zichtbaar krijgt. Ook vooral heel erg handig als je lila kleurtjes wilt proberen. Al denk ik niet dat dat nu in deze tijd van het jaar echt het geval is. Maar lila kleurtjes zijn vaak ook een beetje licht. Vooral als je blauw hebt of roze of groen. Dan kan ik je deze lak er zeker onder aanraden. Want dan pakt je lakje echt perfect. En als laatste heb ik nog dit paletje. Dit is van Kors. Dit is het Nine Shades Shadow Collection palet. Dit is de kleur To Enjoy in New York. Er zijn in totaal drie paletjes. Hij komt overigens op de review. Hij zat in een doosje. Doosje heb ik al niet meer. Ik ga hem even openmaken. En dan zie je hier negen kleurtjes. Vind ik vooral ook heel erg mooi nu met de herfst, omdat het paars dan ook weer heel goed kan. En het pigment is echt super goed. Ik vind het echt een heel mooi palet. Ik zit lekker mijn spiegel onder te smeren. Echt een heel erg mooi palet. Ja, ook wel de variatie vind ik een keer leuk met dat paars en dat roze. Je kunt er wel echt leuk een beetje mee spelen qua kleur. Ik heb er echt al een hele mooie paar looks mee gemaakt. Hij staat nog te wachten om gereviewd te worden. Ik heb ze alle drie, dus ik denk dat ik ze met z'n drieën tegelijk doe. Dat vind ik wel zo handig. Dus, maar ik ben hier heel tevreden over. En dan was dit alweer mijn favoriete video van september. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vind het altijd wel erg leuk om even terug te gaan door de maand heen. Van wat heb ik ook weer allemaal gereviewd. En heel vaak pak ik ook producten die ik nog niet eens gereviewd heb. Omdat ik daar gewoon enthousiast over ben. Maar goed, misschien voor jullie ook wel leuk om te zien. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte gehouden willen worden van mijn nieuwste video's, abonneer je dan even op mijn kanaal. Het is gratis. En als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Nou ja, ik zou zeggen tot heel snel. Doeg!